Hallo, Ajax-fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax-nieuws. Zou het niet geweldig zijn om Edson Alvarez weer in het rood en wit van Ajax te zien schitteren? Stel je voor, de Stoïcijnse verdediger die terugkeert naar de Johan Cruijff Arena, waar zijn Europese avontuur een vliegende start nam. Volgens de geruchtenmolen is dit scenario misschien niet zo ver gezocht als het lijkt. Met zijn indrukwekkende vaardigheden en diepe band met de club zouden de Ajax-fans hem zeker met open armen ontvangen. Alvarez, wiens carrière bij Ajax zowel glansrijke hoogtepunten als cruciale doelpunten omvat, heeft altijd een speciale plek in het hart van de supporters gehad. Zijn tijd bij de club werd gekenmerkt door een gestage ontwikkeling, waarbij hij zich ontpopte van een veelbelovende nieuwkomer tot een onmisbare kracht. Zijn recente overstap naar West Ham United in de Premier League heeft zijn vaardigheden alleen maar verder aangescherpt, waardoor hij een nog aantrekkelijkere aanwinst voor Ajax zou zijn. De mogelijke terugkeer van Alvarez zou niet alleen een boost geven aan de verdedigingslinie van Ajax, maar ook een signaal afgeven over de ambities van de club op het Europese toneel. Met de ervaring en het leiderschap van Alvarez kan Ajax hopen op een diepere impact in toernooien zoals de Champions League. Fans en experts speculeren al over de tactische veranderingen die zijn terugkeer met zich mee zou brengen en hoe dit de dynamiek van het team zou kunnen versterken. Toch blijven er vragen: zal de financiële afweging voor Ajax haalbaar zijn en is Alvarez zelf bereid om de Premier League te verlaten voor een terugkeer naar de Eredivisie? Deze vragen voeden de geruchtenmolen en houden de discussie levendig in sportcafés en op sociale media. De potentiële terugkeer van Alvarez is meer dan alleen een transfer. Het is een verhaal van terugkeer en misschien wel van thuiskomen. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Edson Alvarez staat bekend om zijn veelzijdigheid op het veld, een eigenschap die onmisbaar is in het moderne voetbal. Als verdedigende middenvelder of centrale verdediger is zijn capaciteit om het spel te lezen voortreffelijk. Dit stelt hem in staat om zowel defensieve zekerheid te bieden als de aanval op te bouwen vanuit de achterhoede. Bij Ajax onder Francesco Farioli zou Alvarez's stijl perfect passen in een systeem dat de bal snel omschakelt en prioriteit geeft aan balbezit. Zijn vermogen om zowel in de verdediging als in het middenveld te spelen, biedt Farioli flexibele tactische opties tegen verschillende tegenstanders. Naast zijn technische vaardigheden, wordt Alvarez ook geprezen om zijn mentaliteit en leiderschap. Zijn tijd bij Club Amerika en Ajax, evenals zijn rol als aanvoerder van het Mexicaanse nationale team, heeft hem ervaring en rijpheid gegeven. Deze eigenschappen zouden zeer waardevol zijn in de jonge, dynamische kleedkamer van Ajax. Alvarez staat bekend als een speler die jonge spelers kan mentoren en een positieve invloed kan hebben, zowel op als buiten het veld. Met de tactische inzichten van Farioli zou Alvarez een sleutelrol kunnen spelen in het verstevigen van de defensie van Ajax, terwijl hij ook de vrijheid zou hebben om deel te nemen aan de aanval. Zijn ervaring in internationale competities zoals de Champions League kan Ajax helpen om strategieën te ontwikkelen die effectief zijn tegen de topclubs in Europa. Bovendien zou zijn vermogen om kritieke doelpunten te maken in belangrijke wedstrijden een extra dimensie aan het team kunnen toevoegen. Het potentieel van een hereniging met Ajax is niet alleen opwindend voor de fans, maar zou ook een strategische zet zijn voor de club onder leiding van Farioli. Alvarez's grinta en vermogen om onder druk te presteren zouden van onschatbare waarde zijn in de Eredivisie en daarbuiten. Zijn terugkeer zou niet alleen een boost zijn voor de defensie, maar zou ook het algemene spel van Ajax verrijken, wat essentieel is voor hun ambities op zowel nationaal als internationaal niveau. Met Alvarez op het veld zou Ajax een nog formidabelere tegenstander zijn in elke competitie. Terwijl we afwachten of deze geruchten realiteit worden, blijft de hoop van de Ajax-fans branden. De terugkeer van Edson Alvarez zou niet alleen een versterking zijn op het veld, maar ook een hereniging met een geliefde speler die zijn stempel al eerder op de club heeft gedrukt. Zou dit het seizoen kunnen zijn waarin deze dromen werkelijkheid worden? De tijd zal het leren. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.